Verpleging op zich is eigenlijk veel meer dan ziekenhuisverpleegkunde tout court. Het behelst ook de ouderenzorg, zoals de woon- en zorgcentra. Het behelst ook de geestelijke gezondheidszorg, die ruim bekend is. En het behelst ook de thuisverpleging. Daarnaast zijn er nog voorbeelden van sociale verpleegkundigen die te werk gesteld kunnen worden in bedrijven, in leerlingenbegeleiding, in kinderwelzijn, zoals er nog vele andere voorbeelden zijn. Voor een verpleegkundige in het algemeen zijn voelsprint te hebben heel belangrijk. Alles gezien en gehoord hebben en daarop anticiperen. Technische kennis is heel belangrijk, omdat het de verpleegkundige in staat als eerste aan bed. Dus die moet het eerste opmerken wanneer het fout loopt. Een verpleegkundige moet ook de nodige wetenschappelijke argumenten gebruiken om met een arts in overleg te gaan. En moet ook haar eigen handelen via een technische onderbouwing kunnen ondersteunen. Maar je hebt ook emotionele vaardigheden nodig, want je staat altijd in relatie met een patiënt en zijn familie. We zijn hier met een hartoperatie bezig. Deze job doe ik nu al 6 maanden in het operatiekwartier. En hiervoor heb ik 3 jaar verpleegkundige gestudeerd. En als je hier begint, dan krijg je ook, word je begeleid door de mentoren hier. En dan krijg je hier de opleiding voor het operatiekwartier. Typisch voor de job hier op radiologie is dat je... Er komt heel veel techniek bij te kijken, veel computers. En je moet er toch wel een zekere affiniteit mee hebben. Dus je moet graag een beetje spelen met computers, als het ware. Hier op de bestralingsafdeling werken we telkens met 3 aan 1 bestralingstoestel. De arts bepaalt eigenlijk wat er juist moet gaan bestraald worden. Hij deelt. Het tekent de doelvolumes in en de kritische organen. En verder gaat dan de fysicus de dosisberekening doen en juist de planning maken hoe een patiënt moet bestraald worden. En wij voeren het bestralingsplan uit. De lift pakken, hè. Als verpleegkundigen staan we er zeker niet alleen voor om voor onze bewoner te zorgen. We staan daar met een gans interdisciplinair team achter. Wij verpleegkundigen, zorgkundigen, de ergotherapeuten, logo, sociale dienst, noem maar op. Een heel aantal mensen. Maar als verpleegkundige sta je toch, ben je een stukje spilfiguur, denk ik, naar je bewoner toe. Je komt daar het meeste bij, je hebt er het dichtste contact mee om ook aan te voelen van waar zitten de noden van je bewoner. En hoe is het met jou? Voor mij is de essentie van psychiatrische verpleegkunde het aangaan van een professionele relatie met patiënten, met hulpvragers. Dat betekent dus dat je erin slaagt van mensen een boodschap mee te geven, maar ook te troosten, grenzen kunt stellen aan een bepaald gedrag, kunt motiveren tot volgen van programma's enzovoort. In de groepsgesprekken is het de bedoeling dat patiënten van elkaar leren, dat wij ook leren van hun, dat wij hen beter leren kennen. Onze rol is dat wij dus aanwezig zijn, dat wij dus de groep coachen, maar dat wij dus eerder de patiënten proberen zoveel mogelijk in interactie te laten gaan met elkaar en dat we dus op de achtergrond het sturen of het bijsturen waar nodig. Goed afdrogen. Goed afdrogen. Dat de druppel niet verdunt, want dan hebben we verkeerde waarden. Doe nou wat je zegt. Hè. Als verpleegkundige thuis kun je ook specialiseren in een bepaald vakgebied. Zo heb ik nu diabetes als referentiegebied. Dus ik ga uitleg geven aan mensen over diabetes. Ik leer hen inspuiten, leren meten. Eigenlijk omgaan met hun ziekte, zodat ze dat zelf in handen kunnen nemen. 10 keer. Dat is de bedoeling van diabetes-educator. Er zijn inderdaad heel wat doorgroeimogelijkheden in verpleegkunde. En dan denk ik aan doorgroeimogelijkheden binnen 1 domein. Referentieverpleegkundigen in palliatieve zorg of in wondzorg bijvoorbeeld. Maar ook doorgroeimogelijkheden op de hiërarchische ladder in een bedrijf bijvoorbeeld. Of als hoofd van een RVT, een hoofdverpleegkundige, een adjunct hoofdverpleegkundige. Dus waar meer het leiding geven dan als klemtoon komt.
de grootste gemene deler om succesvol en kwaliteitsvol bezig te zijn binnen verpleegkunde, waar dan ook, in welke setting ook, of het nu binnen het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis is, is belangrijk om het hart op de juiste plaats te hebben, om te beginnen. Is ook belangrijk om hersenen te hebben en is ook belangrijk om handen te hebben. En eigenlijk hebben we binnen verpleegkunde waar dan ook mensen nodig die al die competenties combineren. Dus mensen die aan die criteria voldoen, zijn meer dan welkom in de verpleegkundige sector.